Ik ben Ronald Koot, ik ben CEO van Boerseco Precision Solutions. En vandaag zijn we op bezoek bij Boerseco Precision Mechatronics. Boerseco Precision Solutions Group bestaat uit drie bedrijven. Precision Machining, daar maken we onderdelen uit vol materiaal. Dan hebben we Boerseco Sheet Metal. En Sheet Metal maakt producten uit plaatwerk, kastjes. En dan hebben we Boerseco Mechatronics. En bij Boerseco Mechatronics maken we complexe samenstellingen. Wil je in Schiedam wilde onze locatie uitbreiden. We hebben een nieuwe locatie voor Boerseco Mechatronics gebouwd. En we hebben 1000 meter op de eerste verdieping hebben we gelegd met een ESD-vloer. Omdat we daar assemblage van mechatronica willen doen. En op de begane vloer hebben we een terrazzo-vloer neergelegd. Ook 1000 vierkante meter, puur voor de logistieke handeling. Dus met voorkeftrucks en een magazijnfunctie. We hebben gekozen voor Boliet. Want Boliet gaf in het begin een hele duidelijke uitleg in het traject van wat voor soort vloer heb je nodig, wat zijn de mogelijkheden. En we zijn gaan kijken, we zijn naar het Boliet Innovation Center geweest. En daar hebben we gewoon gekeken, ja, wat voor vloer moet je zoeken. En dat is best ingewikkeld. Het voordeel is dat je daar wat grote oppervlaktes hebt. En dan kan je wel zien, hey, hoe gaat dat eruit zien. Dus we zochten eigenlijk een partner die het complete proces kon doen. En dat gaf wel de doorslag. Het moeilijkste van de vloer vond ik de kleur. Dat is heel raar, want het is eigenlijk een industriële vloer, daar kijk je eigenlijk niet naar. Maar dat geeft wel een hele indruk meteen. Waar kom je binnen? Je wil een resistente vloer. Dus mocht je een keer ooit wat lekken, dat die vloeistof dicht is. We hebben zware machines, dus die wil je ook neerzetten, verplaatsen. Dan moet de vloer toch een beetje meebewegen en het liefst ook trillingen uitdempen. Deze verdieping is voor de mechatronica en hier hebben we echt een complete ESD-vloer. Wij wilden heel graag deze vloer hebben en daar hebben we ook naar gekeken. En niet elke aanbieder had ook zo'n vloer. Vanaf de keuze tot aan eigenlijk de oplevering is eigenlijk naar tevredenheid uitgevoerd. Er kwamen bepaalde zaken boven. Je hebt een oude industrievloer, die ga je opknappen. Dus daar komt dan ineens een andere vloer onder tevoorschijn, wat je niet weet. Nou, die werd heel snel hersteld, waarna de vloer gewoon aangebracht werd en nou, je ziet er niets meer van.